Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en vandaag ga ik jullie van alles vertellen over de nieuwe functie binnen Instagram, namelijk Instagram Reels. Ik ga jullie laten zien hoe de app werkt. Ik ga jullie vertellen wat de verschillen zijn met TikTok en Instagram. En ik ga jullie ook laten zien hoe je er eentje kunt maken. Mocht je trouwens nog niet geabonneerd zijn, maar wel graag naar mijn video's kijken, dan kun je dat hier beneden op de grote rode abonneerknop eventjes doen. Dat is gratis en je zou mij er heel erg blij mee maken. Waar je me ook heel erg blij mee zou maken, is door deze video een duimpje omhoog te geven. En laten we nu maar gewoon beginnen. Wat is nou eigenlijk Instagram Reels? Nou, het is een nieuwe functie binnen Instagram. Er was natuurlijk al Instagram TV. Ik zal eventjes meteen het verschil tussen die twee uitleggen. Instagram TV is ook een functie waarop je video's kunt plaatsen, waarmee je video's kunt maken. Maar dat is eigenlijk meer bedoeld voor wat langere video's. Dus bijvoorbeeld een Q&A of een haartutorial, make-up tutorial, outfits of the week. Het is eigenlijk een beetje YouTube-achtig, maar dan binnen Instagram. Dat is in ieder geval wat Instagram een beetje ermee probeert na te bootsen. En dan heb je nu dus ook Instagram Reels. En dat is meer voor de kortere video's. Je kunt er, om precies te zijn, maar video's van 15 seconden mee maken en plaatsen. En daardoor lijkt het dan weer heel erg op TikTok. Want op TikTok kun je ook alleen maar korte video's maken. Er zitten wel een aantal verschilletjes in. Bij TikTok kun je namelijk ook video's van 1 minuut maken. En op Instagram Reels echt alleen maar 15 seconden. Maar je zult zien, als we straks naar de app gaan kijken, dat het wel heel erg op TikTok lijkt. En je kunt Instagram Reels dus gebruiken om bijvoorbeeld hele snelle, korte tricks te laten zien, bijvoorbeeld op je skateboard of op je rolschaatsen of zo. Of door even snel te laten zien hoe jij een knot maakt binnen 15 seconden. Of door coole transitions te gebruiken en een heel soort flitsende video te maken. Ook via Reels zou je bijvoorbeeld je outfits van de week kunnen laten zien, maar dan echt super flitsend. Want je hebt dan maar 2 seconden per dag eigenlijk, gezien de video maar 15 seconden kan duren. Ik zie trouwens ook veel dansfilmpjes voorbij komen, net als op TikTok. Dus ja, het is wel echt vergelijkbaar met TikTok. Alleen heb je hier dan niet een aparte app voor nodig. Maar kun je het gewoon binnen je Instagram doen. En dat vind ik persoonlijk wel een heel fijn idee. Dan ga ik jullie nu even kort laten zien hoe de functie eigenlijk werkt en hoe het eruit ziet. Je klikt linksbovenin op het cameraatje en dan zie je jezelf. Of als je je achterste camera in gebruik hebt gehad de laatste keer, dan zie je wat je... Nou ja, jullie snappen wel wat ik bedoel. En dan zie je daaronder staan live, verhaal of reels. En dan klik je dus op reels. En dan zitten we dus nu in de Reels functie. Nou, dit, als je TikTok kent, dan denk je nu waarschijnlijk, oh, dat lijkt er echt heel erg op. En dat is ook zo. Je hebt allereerst de optie muziek. En dit is waar je gewoon door de muziek kunt bladeren die op dit moment veel wordt gebruikt, slash populair is. Je kunt ook naar bladeren toe en dan staat het wat meer in categorieën. Of je kunt muziek zoeken. Nou, ik doe even Tiger van Bilal Wahib. Even kijken. Deze. Ja. Tiger, tiger, tiger. En hier kun je dan dus instellen welk deel je wil gebruiken van het liedje. Want het mag dus maar 15 seconden zijn. Nou, dit gebruik ik. Het eerste stukje van het refrein. Dat staat nu dus ingesteld. Dan heb je hier daaronder de functie snelheid. Dus je kunt je video heel langzaam zetten. Of je kunt hem heel snel zetten. Ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet. Op keer 3. Nou, dan krijg je nu dus het liedje. Tiger, tiger, tiger. Cringe alert. Oké. En als je dan op het pijltje naast de opnameknop drukt, die grote in het midden, dus het pijltje naar rechts. Ja, nou, dat is dus wat je dan krijgt. En als je dan op het pijltje naar links drukt, dan kun je hem nog aanpassen qua hoeveel je ervan wil gebruiken. Of je doet hem weg omdat je het stom vindt. In mijn geval dus nu. Nou, dus dat is de snelheid. Die zet ik even op 1 keer. Dan heb je hier ook nog effecten. En dat vind ik wel heel erg leuk. Want dat zijn gewoon de effecten die je zelf hebt opgeslagen. Oftewel de filters. Nou, ik heb hier een aantal van mijn filters staan. Die ik regelmatig gebruik. Maar je kunt ook de filters van Instagram gebruiken. Bijvoorbeeld deze, de cartoon functie. Die vind ik echt... een beetje creepy, maar ook wel cute. En dan heb je nog de timer functie. En daarmee kun je bepalen wanneer het filmpje moet stoppen met filmen. Dus als je echt een transition wil hebben op de muziek, op de beat van de muziek, dan is dit echt een hele handige functie. Dus bijvoorbeeld je zet hem op 4 seconden. Dan stopt hij met filmen na 4 seconden. En als je dan op de opnameknop drukt, dan gaat hij ook aftellen. Wat ook wel heel erg handig is. Tiger, 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 tiger.
Kijk, en dan stopt hij dus vanzelf. En dan kan je bijvoorbeeld opeens zo doen. En dat je dan vanuit een andere hoek filmt. Of je ziet er opeens anders uit. Of je staat opeens op een andere plek. Nou, daar is dat dus heel erg leuk voor. Nou, en als je dan op het rechterpijltje drukt, dan kom je dus bij het gedeelte wat je hebt gemaakt. En dan kun je hier eigenlijk net als op story gifs toevoegen. Stickers, wat je wil. Je kunt erin tekenen, net als op story. Je kunt er iets in schrijven, zo. En als je dan op het pijltje naar rechts drukt, dan kan je hem dus gaan plaatsen zoals je dat eigenlijk met al je foto's op Instagram ook doet. Dus je kan er een tekstje bij schrijven en je kunt ook een omslag kiezen. En wat wel een verschil is met TikTok, is dat je dus ook iets kunt kiezen van jouw eigen filmrol. Dus ik zou bijvoorbeeld ook dit als omslag kunnen doen, terwijl dat niet eens in het filmpje zit. Dat is wel handig als een soort van thumbnail, zodat mensen weten wat er in de reel gaat gebeuren. Nou ja, en dan kun je hem delen in je overzicht. Dat houdt in dat hij ook echt in je feed terechtkomt. Dus waar je nieuwe foto's allemaal staan en zo, dat hij daar ook echt blijft staan. Ik zet dat uit, want ik hoef hem daar niet te hebben. Maar als je dat uitzet, dan verschijnt hij voor je volgers alsnog in eerste instantie in de nieuwsfeed, om het maar zo te zeggen. En je kunt hem ook delen op je story en bla bla. Eigenlijk net als wat je met een normale foto kan. Wat ik trouwens wel jammer vind, is dat je de timer alleen maar op 3 seconden kunt instellen. En dat je de timer niet op 10 seconden kunt zetten. Want als je bijvoorbeeld een dansje wil doen of zo en je wil wat verder weg staan, dan is 3 seconden wel heel erg kort om helemaal goed klaar te gaan staan. Dus dat is nog wel jammer. En trouwens ook een verschilletje met TikTok is dat je dus losse videobestanden die je al in je filmrol hebt staan, dat je die ook kunt invoegen. Dus dat is dan wel weer handig als je pas later op de dag een reel wil gaan maken van wat je die dag hebt gefilmd. Bijvoorbeeld een leuk dagje naar het strand of zo. Dan kun je dus al die beelden gewoon importeren en dan daar een 15 seconden lang of korter filmpje van maken. Ik heb er inmiddels trouwens ook een paar gemaakt. Die zal ik jullie eventjes laten zien. Ik kan helaas niet de originele audio eronder plakken, want dan krijg ik copyright issues. Maar nou ja, ik zal jullie hier voorbeelden geven van de reels die ik tot nu toe heb gemaakt. Als eerste maakte ik heel kort eventjes een buikspieroefening filmpje. Ik zette mijn camera neer, mijn telefoon en ik zette de snelheid wat hoger. En ja, daar was mijn eerste reel. Eigenlijk heel erg simpel, maar hij werd echt super goed bekeken meteen. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Ik heb ook een reel gemaakt met mijn morning skincare routine. Ook daarvoor heb ik de versnelde optie gebruikt. En ook die is inmiddels best wel goed bekeken. En dan heb ik ook nog een reel gemaakt waarin ik een transition heb gebruikt. Namelijk van geen make-up naar wel make-up. En ja, dat is gewoon best wel basic, maar wel leuk om te doen en leuk om te zien, vinden mensen. Want ook die is blijkbaar best wel goed bekeken, zie ik nu. En zo'n soort reel wil ik nu ook gaan maken om aan jullie te laten zien hoe ik dat dan doe. Dus let's get started. We gaan dus een transition reels maken. Of reel moet ik eigenlijk zeggen. Enkelvoud. En dat houdt in dat ik van mijn out of bed look, zogenaamd, ik heb mijn badjes aangetrokken, geen make-up op, haar in een knotje, naar een fabulous look gaan waarin ik gewoon mijn make-up op heb, me mooi heb aangekleed en mijn haar heb gedaan. En mijn idee is om mijn knot los te gooien en een soort van hairflip te doen. En dat de hairflip dan dus de transition is. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb alvast een liedje uitgekozen. Ik heb al een liedje uitgekozen en ik heb de timer alvast even off-camera ingesteld, want dat duurt altijd een eeuwigheid. Ik ga geen filter gebruiken en ik ga me ook niet versnellen. Oké, en dan kom ik zo in beeld. Oh, mijn timer is te vroeg. Wacht, even kijken hoe het niet vroeg. Ja, hij is iets te vroeg. Oké, timer moet ietsje later. 4.8 misschien. Oké, gaat hij aftellen. Even kijken. Misschien vind ik hem nou weer iets te laag. Oh, dit gaat hem worden, jongens. Ik voel het. Daar de hele
Ja, dit is hem. Goed, de make-up zit erop. Ik ben voor een winged liner gegaan en een rode lipstick. Ik zal de lipstick even linken, want ik weet dat ik er anders vragen over krijg. En ja, het is tijd om het tweede deel van de reel te gaan filmen. Ja, ik hoop dat het een soepele transition gaat worden. Laten we beginnen. Je hebt hier die overlay functie, dat is echt ideaal. Want dan zie je dus de achtergrond en waar je precies hebt gefilmd de vorige keer. Kijk, als ik zo doe, dan zie je ook van, hé, dat klopt niet. Maar als ik hem dan ietsje draai, dan klopt het ongeveer wel. En je ziet ook hier mij in beeld. Ik moet ongeveer op dezelfde afstand gaan zitten. Zo, oké. En dan de timer weer even aanzetten. Moet ik dus gaan herflippen. Spannend. Oh, ik was te vroeg. Waarom hoor ik niks? Huh? Waarom is mijn muziek niet aan? Huh? Waarom hoor ik nou niks? Dit vind ik wel echt heel erg balen. Want nu heb ik dus niet meer dat muziekje. En die kan ik ook niet meer vinden. Omdat het dus een original audio van dat Instagram meisje was. Oh. Dus dan moet ik eigenlijk een heel ander nummer vinden. Ja, of ik doe hem gewoon zoals deze, maar dan heb ik dus geen transition. Hoe kan dat nou? Ja, ik ga gewoon deze gebruiken, want anders weet ik het ook niet. Maar dat is natuurlijk wel echt veel minder leuk. Maar ja, anders heb ik hem helemaal voor niks gedaan. Echt, ik baal hier wel heel erg van. Ik ga straks kijken of ik misschien de audio helemaal op zijn geheel opnieuw kan doen of zo. Maar ja, nee, dat heeft ook geen zin. Oké, ik doe dit gewoon, want anders weet ik het ook niet. Oké. Dat was echt een hele lelijke flip. 6.5 hours later. Dit is hem denk ik. Zo plotseling na 100 pogingen. Ja, dit is hem. Oh mijn god. Oké, dan kan je dus een omslag maken. Even kijken, welke zal ik gebruiken? Die van de hairflip is misschien wel leuk. Of deze. Ja, deze. En dan ga ik er een lekkere cheesy quote bij doen. Life is short. Every hairflip counts. Ja. En dan doe ik daar een emoji achter. Deze. Nou ja, en dan kan je daaronder nog hashtags toevoegen en zo. Dat doe ik later wel. En dan delen in overzicht zet ik uit. En dan doe ik hem opslaan als concept. Als ik naar mijn reels ga, staat hij dan dus bij mijn concepten. Yay! Ja, lekker cringy, I know. Maar ik vind het gewoon ook wel leuk om een beetje mee te gaan met de hype. En ja, op deze manier ook weer iets nieuws uit te proberen. Ik wil niet per se nu elke dag iets plaatsen of zo, want het is ook best wel veel werk. Ik heb echt, nou ja, 1,5 uur gedaan over het maken van deze reel. En dat zou je niet zeggen, maar het is wel echt zo. Het is best wel veel moeite. Vergeet trouwens ook niet dat die mensen die heel groot zijn op TikTok en zo, dat die vaak ook een team om zich heen hebben die dan heel erg helpen met de transitions en het vasthouden van de camera alleen al en dat soort dingen. Dus mocht je het ook willen gaan proberen, zoals ik, gewoon in je eentje, lekker thuis, wees vooral niet te perfectionistisch, want het is gewoon niet helemaal mogelijk om het super spot-on te doen als je het in je eentje doet. Dat zeg ik je alvast. Of je bent er dus echt uren mee bezig. Maar ja, dat is aan jou of je dat wil of niet. Ik vind in ieder geval dat de functie goed werkt. Er zijn wel nog een paar verbeterpuntjes. Zoals bijvoorbeeld de timer die ik liever ook naar 10 seconden zou kunnen instellen. En wat ik heel erg jammer vind is dat je dus blijkbaar soms ook opeens je audiobestand kwijt bent. Geen idee nog steeds hoe dat is gebeurd. Maar oké. Maar verder vind ik dat het echt wel heel erg goed werkt. Tot nu toe zie ik ook alleen maar positieve dingen, ook in de reacties en zo. Dus dat vind ik wel een groot verschil met op TikTok, waar toch ook behoorlijk veel wordt gepest. In ieder geval, ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad en dat jullie het ook leuk vonden om te zien. En mocht je me trouwens nog niet volgen op Instagram, daar heet ik @lottelovesbeauty.nl. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!